Hoe zit het met de conditie, Frank? De cardio is wat minder, maar de fysieke is wel goed. Maar je bent nog zeer actief, zie ik ook. Je bent laatst met de grote legendes weer een wedstrijd gespeeld. Ja. Hoe ging dat? Ja, vrij goed. Dan loop je ook ongeveer 7 kilometer, denk ik. Topspelers lopen 11 kilometer, wij 7 nu. Maar ik denk dat ik wel 14 kilometer volhoud. Maar ik ga niet proberen een tijd neer te zetten. Want, geen streeftijd? Nee, omdat ik gewoon te weinig loop en dan krijg je weer spijt. Hè. Gewoon een week daarna, dan heb je nog spierpijn, dan heb ik geen zin in. Wat voor loper ben jij? Ben je een loper die ondertussen ook praat? Of ben je dan wel echt focus van... Als ik serieus echt ben en ik wil een tijd lopen, dan moet ik echt gewoon niet praten en proberen op mijn ritme te letten. Maar nu valt het om mij, dus nu kan ik gewoon lekker praten. Je gaat ook waarschijnlijk een beetje om je heen kijken, hè? Want ik bedoel, je loopt door de stad heen, dat is zo prachtig. Dat ook, maar wat ik ook vaak heb, dan zeg ik dat ik rustig aan ga doen en dan zie ik andere mensen, dan ga ik wel meelopen. En dan ben je toch zo fanatiek om dat tempo te aan te houden, terwijl het misschien net de hoge greep is. En, zie je de Miel Brinkhuis, de perschef van Ajax, voorbij gaan, dan denk je van... Ik ga met Miel meelopen, dus we hebben wel gezegd als één sneller wil, dan gaat hij, maar... ik hoop dat hij loopt veel meer gewoon. Maar ik doe meer crossfit training bijvoorbeeld. Ja, dat is minder cardio, maar wel meer krachttraining. Ja, ja. Dus we zullen zien. Je bent sterker dan ooit, Frank. Ik weeg net zoveel als ik toen ik gestopt was met voetballen op dit moment. Dus, tot slot nog even. Deze dag is een belangrijke dag. Ook omdat dat logo onthuld is, dat het allemaal gebeurt. Wat betekent dit voor jou? Nee, alles natuurlijk. Logo, alles. Het is natuurlijk fantastisch, de nagedachtenis van Johan. En dat komt hem ook toe. Maar vooral ook voor de foundation. Johan Cruijff moet gewoon voortleven. Maar ook gewoon voor de jongere generatie. Weten wat die betekent heeft, maar ook gewoon wat die betekent heeft voor de jeugd. En dat moeten we altijd blijven doen. Vandaar dat ik hier ook ben. En hopen dat de sportieve prestaties vanaf volgend seizoen daar ook bij gebaat zijn. Ja, dat hoort ook bij Johan Cruijff. Ja. Sportieve prestaties ook. Succes, Frank. Dank je. Nee, dank je.